Nou, goedemorgen allemaal. We gaan lekker gelijk door naar de Tikkie Live van Jolanda. Ik zal heel even wachten tot er wat meer mensen zijn. Goedemorgen allemaal. Gezellig, allemaal bekende gezichten zie ik. Nou jongens, ik heb een uurtje, want om 12 uur komt de volgende al. Het is echt een heel vol programma vandaag. Dus jullie hoeven je niet te vervelen en vanwege het lekker weer kun je toch naar buiten, want je kan altijd ook terugkijken. Dus dat is ook fijn. Maar voor de mensen die gezellig meedoen, blijf lekker hangen. Er is al een boodschappenlijstje geplaatst. Ik ga eigenlijk alles uit het pakket gebruiken, behalve... Het enige wat ik als extra heb is een stukje vellum. Stromen nog steeds mensen binnen, maar ik ga zo meteen toch maar beginnen. Voor degenen die mee willen doen. Je hebt een stukje vellum nodig. Ik heb een slimline stans gebruikt. Maar heb je die niet, dan heb je een stukje nodig van 8. Bij zeg maar 14,5 of bijna 15. Dat komt niet zo nauw. Dus dan kun je... uitsnijden. Ik leg even mijn designpapier opzij en mijn wit kaartstok, want we gaan hiermee beginnen. Jullie hadden, als het goed is, ook je bolmatje erbij gepakt. Even een andere pakken, die is wat stugger. Ja, er zijn ook een hoop mensen die gewoon gezellig meekijken. Nou, waar ik mee ga beginnen is, als het goed is, hebben jullie ook wat van die mooie sneeuwsterren uitgestanst. Die zaten in jullie pakket. Dat zijn de Essentials van Studio Light. Die bestaan uit een grotere en een gedetailleerde. Ik ga alleen de gedetailleerde gebruiken. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb ze uitgestanst en die ga ik op het vellum plakken. Ik ga het even op een andere manier doen, want je kan dubbelzijdige tape gebruiken. Mijn ervaring met die kleine standjes is, als je dubbelzijdige tape gebruikt, gebruik je niet goed uitkrijgt, want die plakken dan heel erg. Kijk, deze stukjes, hè? Die blijven dan plakken en dan blijven ze aan de achterkant weer hangen. Dus ik heb daar een ander trucje voor verzonnen. Hoe dat je je standjes helemaal plakkend kunt maken. Nou, wat je dan doet, is een beetje Dutch Doobadoo lijm op een stukje mica. Een kloddertje. Iets meer. Zo. Dan pak je een stukje gewoon kopieerpapier of een ander restje papier en een klein sponsje. Die sponsjes die kun je gebruiken voor inkt. Ik ga ze nu gebruiken om de lijm, zeg maar, aan de achterkant van mijn standjes aan te brengen. Er zit dan overal lijm, een heel dun laagje. Dan pak je een pincetje, je tilt hem op en je kan hem op je vellum plakken. Even. En dan zit het overal geplakt. Nou, zo doe je dat met al je standjes. Let op dat je je standje dan natuurlijk niet legt op een plekje waar al lijm zit.
Dus pak steeds een stukje schoon papier, zeg maar. Kijk, en dan heb je geen lijmresten. Anders, als je met een potje lijm aan de achterkant van je standjes gaat lijmen, dan heb je altijd wel dat er van die bobbeltjes lijm aan de zijkant uitkomen. Nou, dat heb je nu niet, dus dat is een heel handig, handig tipje. Tipje van mij. Ik pak weer een schoon stukje papier. Een beetje lijm op mijn sponsje. Je kan ook een make-up sponsje pakken of een sponsje van de vaat. Maakt niet uit. Zorg dat hij niet verschuift natuurlijk, want anders gaat hij aan de voorkant ook plakken. Zorg dat er overal lijm zit. Pak je pincet. En op je vellum. En zoals jullie zien, zitten er geen klorrels lijm aan de zijkant van de standjes. Nou, draai even mijn papiertje een beetje om, echt een schoon stukje heb. En aan de achterkant. Nog een kleintje. Kleine sterretje. Ik doe het voornamelijk hier aan de bovenkant, want aan de onderkant van mijn vellum komt zo meteen een tafereeltje. Zo, dit kan weg. Nu draai ik hem om. En de eigenschap van vellum is dat als je dan met een bolpen... voor de mensen die wat later ingestroomd zijn, ik ben echt wel op tijd begonnen, omdat na mij komt natuurlijk weer iemand anders. En het is vervelend als ik uitloop. Waarschijnlijk ben ik veel sneller klaar, maar ik vind het vervelend als diegene die na mij komt echt moet wachten. Nou, de eigenschap van vellum is, als je daar met een bolpen overheen gaat, niet te hard drukken, want dan druk je natuurlijk je vellum kapot. Kijk maar, ik weet niet of jullie zien wat er gebeurt. Dat wordt wit. Dus op het moment dat je met je bolpen over het vellum gaat, dan kleurt het vellum wit. Nou, dat vind ik bij die sneeuwsterren echt super leuk. Ik denk wel dat jullie het kunnen zien, anders zal ik hem even iets groter maken, dat je beter kan zien. Dus niet te hard drukken, want dan druk je er doorheen, maar net hard genoeg, zodat het vellum wit kleurt. Kunnen jullie het zien? Nou, en dan, wat je dan leuk vindt, hè, je kan al heel de ster kleuren. Je kan gedeeltes wit maken. Ik ken Pergamano ken ik niet, dus dat is denk ik voor mijn tijd. Oeh, voor mijn tijd dat ik knutselde bedoel ik. Niet voor mijn tijd, want ik ben bijna 60. Dus, maar die techniek die heb ik nooit gedaan, dus dat ken ik niet. Maar als het erop lijkt, dan geloof ik dat meteen.
En aan de voorkant ziet het er dan zo uit. Dus aan de achterkant van je papier ga je het vellum wit kleuren. Oh Danny, dat kan best hoor, dat Permano nog gedaan wordt. Maar ik kende het niet, dus... Ik probeer aan de zijkant de reacties mee te lezen, maar het kan zijn dat ik wel eens wat mis. Neem me dan vooral niet kwalijk. Ik vind het heel leuk. Leuk techniekje. Als je dat gedaan hebt, dan kun je zeggen van ik pak een zwart papiertje eronder. Kan eigenlijk met alle kleuren, dan valt het heel erg op. Maar ik heb nu gekozen voor blauw. Omdat ik ook mooi blauw designpapier heb. Dan, vellum kun je eigenlijk ook niet zo goed plakken. Want dan zie je die plakdingen. Maar omdat we hier natuurlijk nu... sneeuwsterren hebben, kun je op die plaatsen waar die sneeuwster zit, kun je wat lijm doen. Zodat aan de voorkant het vellum mooi schoon blijft. He, dat je geen lijm ziet. Ik ga het beeld even weer wat terugzetten hoor. Hier aan de onderkant mag het wel een beetje, want daar komt een tafereeltje. Dan plak ik dit op een blauwe ondergrond. Ja. Iemand die vroeg of dat het de uitgestanste sterren zijn. Ja, dat klopt. Het zijn de uitgestanste sterren die ik heb gebruikt. En dan ben ik met een bolpen aan de achterkant van het vellum overgegaan om die sterren nog wat meer accent te geven. Heel leuk effectje. Als je van kaskaartjes houdt, dan zou je natuurlijk ook alleen die sterren kunnen doen. Een leuke wens hieronder. En dan heb je een heel mooi... kaskaartje om met kerst te versturen. Dus dat kan ook, hè? Maar ik ga hem natuurlijk opleuken met de spullen die jullie in je pakket hebben zitten. Nou, dan heb ik de Perfect Layers lineaal. Dat is echt een tooltje wat ik bij elke kaart bijna gebruik. Alleen bij kaarten die een ander model hebben als recht, vierkant of rechthoekig. Maar anders bij alle rechthoekige kaarten gebruik ik hem. Nu ga ik een dun lijntje van 1/16 gebruiken. Nou, jullie kennen het ondertussen denk ik wel, hè. Je schuift hem tegen je papier en jullie horen het waarschijnlijk ook. Dit randje van 1/16 klikt tegen die vellum aan. Op dat moment kun je snijden met een scherp mes. En je hebt een super strak randje aan de kant van je kaart. Nou, aan die Perfect Layers linealen zitten verschillende... afmetingen, verschillende mogelijkheden.
De 1,16 gebruik ik vaak. De 1,18. Maar ik ga zo meteen ook nog een iets bredere gebruiken. Zover, dan pak ik mijn stukje designpapier. Ik heb gekozen voor een blauw die erbij past. En weer met datzelfde toeltje, een lijmpje. Er zijn schijnbaar mensen die me moeilijk konden vinden, maar ik zit toch gewoon op Noor en zo. Ja. Yeah. Ik weet niet wat er aan de hand is. Facebook doet wel eens een beetje raar. Maar volgens mij zit ik gewoon goed. Kan iemand er even doorgeven? Oh, gelukkig. Gelukkig. Kijk, heel die, dat designpapier met die sterretjes, dat past natuurlijk hartstikke leuk bij die vellum. Maar nu is het wel leuk als ik een bredere rand er langs maak. En dan pak ik een perfect layer lineaal met een breder. Een breder, we hebben er drie. En dan denk ik dat deze, het is de 3/8 of 5/8, ja, 5/8, dat is een mooie brede rand. Die ga ik pakken. En dan wil ik hem tegen deze blauwe rand. Nou, schiet hier nou overheen, want het is wel eens. Dan zet je de randje een beetje omhoog. Je zet hem er tegenaan. Je voelt hem er tegenaan vallen, zeg maar. En op dat moment kun je snijden. Dan moet je wel even je liniaal goed vasthouden, dat hij niet alsnog schuift. Ik lees dat de meesten mij toch wel makkelijk konden vinden. Dus dat is fijn. Zorg dat je mesje goed scherp is. Die mesjes, daar zijn kosten niet. En druk er niet te hard op, want dan druk je meteen dat puntje kapot en dan wordt het al moeilijker snijden. Kijk, nu heb ik ook weer overal een mooie rand. Nu wil ik natuurlijk nog een witte ondergrond eronder. Dus dan pak ik mijn volgende kaartje, een witte. Oh, daar zit een vlekje. Even de andere kant. En die plak ik ook weer. Kijk, zien jullie waar ik die lijm heb zitten? Dat je dat blijft zien. Dus let bij vellum op dat je zorgt dat er aan de voorkant geen lijm te zien is. Hier komt nog een tafereeltje, dus daarom heb ik daar lijm gedaan. Maar let op, dus als je alleen een kaskaartje maakt met vellum, dat je dan alleen de lijm doet onder je sterretjes. Nou, dat randje, dat mag weer een 1,16 zijn. Dat vind ik wel leuk, omdat dat blauwe ook 1,16 is. Dan heb je een beetje eenheid. Dus die leg ik weer tegenaan. Je hoort hem er tegenaan vallen. Op dat moment druk de liniaal wel goed stevig vast. En dan kun je snijden. Kijk, en dan heb je echt een super strak randje. Dat krijg je echt met een snijmachine niet zo strak. Oh, wel recht.
Kijk, hier ben ik met mijn mes gewoon niet goed er langs gegaan. Zo. Zo. Nu gaan we het tafereeltje maken. Nou, dat heb ik ook al uitgestanst. Ik had zo gedacht, die kerstboom, die sneeuwpop zo erachter. Ik ga alles nog een beetje opbollen. Cadeautjes. Eén cadeautje hierboven, met een stukje hemdkoord. Een best wishes, die komt ook hier. Dus dat gaat er allemaal nog een beetje opbollen. Dan pak ik een iets grotere bolpen. En kit. Ja, kit hoort ook bij de basismaterialen. Dus een beetje opbollen. Dat je een beetje relief krijgt in je kaart. En je mag gerust wat buiten het kader komen. Er komt een heel grappig dingetje voorbij van iemand die een niet storen bordje op zijn deur heeft hangen. Vind ik wel grappig. Kijk, dus hij mag gerust een beetje onder je kaartje uitkomen. Het voordeel als je kit gebruikt is dat je nog een beetje kan schuiven. Dit is gewoon een labeltje. Dit is ook van Creatief Kraftlab. Dat zat in de eerste collectie. Een heel leuk labeltje wat je in verschillende delen op kan bouwen. En daar heb ik natuurlijk een van de leuke stempels die jullie in jullie goodiebag zat bij gebruikt. Best wishes. Past er precies in. Hartstikke leuk. Als je het labeltje zo gebruikt, hè, want er zit nog een ander modelletje bij zonder oogje. Je kan ook het oogje eraf knippen. Dan kun je diverse stempeltjes van deze blokje, of van dit dingetje, kun je gebruiken. En deze die kan hierbovenin. Alles met een klein beetje kit, zodat je wat extra relief hebt. En dan had ik hier nog een brief, die met de post komt. Kijk, met deze dingen plak je ook meteen die stukjes vellum vast, die nog een beetje omhoog steken. Zo. En dan nog een stukje hemdkoord. Daar kan je wit of zwart voor pakken. Ik vind zwart wel leuk, omdat die best wishes ook in het zwart is.
Die plak ik ook met een klein beetje kit vast. Als die kit dan droog is, dan zit het echt muur en muur vast. Anders heb je wel eens dat die strikjes verloren gaan. Dus wel even geduld hebben, want de kit moet echt drogen. Hier kan een klein stukje af. Zo. En als finishing touch heb ik nog wat van die blaadjes uitgestanst. Die zitten bij jullie stans van Marianne. Dan heb ik die hulsblaadjes uitgestanst. Nou, die maak je natuurlijk een beetje in vorm. Dat was een beetje te vouwen. Je mag ook een lintje gebruiken hoor. Iemand zegt ik heb kilometers lint, maar de hemdkoord heb ik niet. Dan gebruik je gewoon een lintje. Gebruik wat je in je voorraad hebt. Patricia zegt, bij mij droogt die altijd uit. Wat droogt uit? Je kit. Jolanda heeft daar een hele goede tip voor. Als je dan een klein stukje kit eruit laat komen, zeg maar zo. Zo'n puntje en hij droogt op. Dan kun je dit puntje er gewoon uittrekken. En dan trek je eigenlijk die opgedroogde kit die zorgt voor de afsluiting van je tube. Die trek je er dan uit en dan heb je weer gewoon een tube die je kan gebruiken of een spuitje. Dus je hoeft niet per se een dopje te hebben. Je kan ook gewoon een klein stukje eruit laten komen en dan die eruit trekken. En dan heb je weer ja, je kunt designpapierkaren altijd heel leuk gebruiken om dingetjes uit te stansen. Geef net wat extra hè, aan je kaartje. Blaadjes een klein beetje vormen. Op een gegeven moment moet je ook weten te stoppen. Hè? Ik doe er hier nog één. En dan... of niet. Of niet. Of hierboven nog. Nee. Goed, is goed. Oh, ik heb hier nog een heel leuk vogeltje. Die had ik ook nog. Die vond ik ook zo leuk. Die zat aan een sneeuwpop vast. Maar die vond ik eigenlijk zo leuk om zo als extraatje nog op je kaart te doen. Dus die heb ik van die sneeuwpop afgeknipt. Die wil ik toch eigenlijk gebruiken. Ik vind hem zo grappig. Kijk, en dan kan hij aan de zijkant van de kaart. Dat takje. Ah, dit is toch hartstikke leuk. Ik hou wel van zo'n accentje. Nou, en dan helemaal als laatste heb ik nog
een druppel, zo'n Perfect Pearl druppel, of hoe heette die? Die heb je ook van allerlei merken. En dan kun je mooie besjes mee maken. En die doe ik nog hierop. Dat we mooie besjes hebben. Aan onze hulst. Let wel op, als je dit doet, dat je je kaart echt rust moet gunnen om te drogen. Want als je er nu aankomt, dan, of te veel tegen tikt, dan worden die besjes plat. En ik wil ze juist rond hebben. Dus ik ga hem nu heel voorzichtig draaien. Zo. Nou, dit is het kaartje van mij voor deze live. Ik laat jullie nog even zien hoe die... Ah, oh, kijk nou, zit aan mijn vinger. Ja, dan moet ik nog één hulsblaadje hier doen. Hé, verdorie. Ja, dat heb je wel eens, hè? Foutje wegwerken. Ja, dan doe ik er twee. Dat is geen gezicht, eentje. Zo. Ik wilde jullie nog even laten zien hoe het kaartje eruit ziet als je een zwarte ondergrond maakt. Kijk, dan heb je hetzelfde kaartje, maar dan bij nacht. Is ook heel leuk. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en veel plezier vandaag nog. En tot de volgende keer.